De start is gevallen, paarden onderweg, geweldige strijd om de leiding. In vier sporen gaan we er naartoe met in het midden van de baan, denk ik. Kees Hetteling junior met Gerson Bokel. Maar er zijn er een paar sneller, zoals daar zijn. In het tweede spoor Griet Labrouze. Binnenzijde ook heel goed gestart die nummer 2 IJsland. En IJsland, die neemt het veld op sleeptouw. Heeft de leiding in handen. Op de tweede plaats echter continu onder zware druk van Griet Labrouze. Daarachter Gerson Bokel. En in vierde stelling is het Mayflower. En die wordt dan weer op een lengte gevolgd door Flash Greenwood. En vanuit de start van het veld lijkt er wat reactie te gaan komen. Want hey Gerrit de Lange met John Dekker, die wil wat doen aan zijn op dit moment toch iets wat matige uitgangspositie. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En daar is de favoriet het paard dat de leiding in handen heeft. En dat is dan Griet Labrouze. Griet Labrouze op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde nog altijd die IJsland. Achter IJsland volgt dan Gerson Bokel. Met verderweg in het veld Mayflower. Aan de buitenkant van Mayflower het nummer 5 van hey Gerrit de Lange. Achter hey Gerrit de Lange volgt dan Flash Greenwood met in het tweede spoor daar weer schuin naast Echt Wel KJ. En achter Echt Wel KJ is de aansluiting voor paard nummer 8 Daydream Melo. En dat is de situatie als de deelnemers alweer afkoers op de overzijde van de baan. Met nog altijd Griet Labrouze aan kop van het veld. En die mag het tempo aardig naar de hand zetten. Op de tweede plaats hebben we daarachter dan aan de binnenzijde IJsland. Aan de buitenzijde komt dichterbij hey Gerrit de Lange. Aan de binnenzijde van hey Gerrit de Lange is het dan Gerson Bokel, dan Mayflower en achter Mayflower aan de buitenkant. Die krijgt een mooie koers, Echt Wel KJ. Wordt om een lengte gevolgd door het nummer 8 van Daydream Melo. En aansluiting is er nog altijd voor Flash Greenwood. Paarden komen weer in de rechte lijn en het is daar dat de aanval gaat komen van Echt Wel KJ. Ruud Pools acht de tijd rijp om zijn paard in het derde spoor naar voren te sturen. En dan schuift het veld gelijk ineen en ontwaren we hier een klein Vincent met nog altijd aan de leiding die Griet Labrouze. Griet Labrouze onder aanvoering van Gerrit de Lange. Gerrit de Lange komt John Dekker wat dichterbij. Binnenzijde erachter dan IJsland. Gerson Bokel krijgt daar een koers op maat en achter Gerson Bokel zoekt naar ruimte. Mayflower, die ruimte die is er nog niet gevonden. En we komen dan op weg naar de finale fase. Waarbij aan de leiding gaat nog altijd die Griet Labrouze. Griet Labrouze, de favoriet, die heeft hier de zaken toch aardig onder controle. Hey Gerrit de Lange op de tweede plaats. Gerson Bokel springt eruit. Daarvoor komt nu Mayflower naar voren. Die laat vrijgekomen. We komen dan in de laatste rechte lijn. Het ziet er goed uit voor Griet Labrouze. Die heeft hey Gerrit de Lange op de knieën. Mayflower voor plek 3. Hey, het is Griet Labrouze voor hey Gerrit de Lange. En op de derde plaats Mayflower, de 3, de 5 en de 6. Een en ander is voorlopig.